1-1 tegen Jong Ajax. Ja, je hebt gelijk gespeeld. Je hebt gelijk gespeeld. Deze voelt misschien wel als een nederlaag. Ja, het is natuurlijk zuur, hè. Pijnlijk dat je hem zo tegenkrijgt. Eigenlijk, nou ja, in mijn natuur zit om... om sowieso het verdedigend goed voor elkaar te hebben. Als speler was dat ook zo. En nou ja, in die laatste fase ging Willem ver over de bal. En dan denk je van, wat gebeurt er nou? Maar we hielden de bal. En de bal gaat eigenlijk richting de rechterkant. En dan denk je, Jesse, ik ga ook over de bal. En ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, dan zit ik ook een puntje. Denk, ja, als hij meegeeft, staat hij daar alleen voor de keeper. Ja, terwijl eigenlijk, ja, moet je het willen? Nee, je moet het eigenlijk niet willen. Maar ja, we zijn ook maar mensen. En dat is ook zo. Maar... ja, toen hadden we te veel mensen voor de bal, ja. Nou ja, dan krijg je hem op je neus. Terwijl het eigenlijk de hele wedstrijd wel goed voor elkaar had, achterin in elk geval. Ja, zeker. We hebben bijna niks weggegeven volgens mij. En ik vond ook een prima wedstrijd. En dat was wel leuk, de assistent van hun zei dat ze vonden dat... ja, dat een van de beste ploegen was waar ze tegen ze gespeeld hebben. En ik weet wel, voor die complimenten koop je ook allemaal niks. Maar... ja, ik vind wel dat het goede voetbal moet je naar kijken en ik vind dat we daar wel mee bezig zijn. Ja, je koopt er misschien niets voor, maar jij wilt ook dat je ploeg goed voetbalt. Ja, tuurlijk, en dat is ook zo. En de spirit is goed, de drive is goed, wat we willen is goed. Nou ja, we voorin zijn we natuurlijk wel wat gemankeerd. Nou ja, dat is dan zo, maar als je dan ziet hoe die lopen dat dan uiteindelijk toch weer invult, ja. Ja, dat is gewoon goed. Ja, hoe vond je dat hij het deed? Ja, na die assist kreeg hij, die voorzitter had die assist. Ja, toen kreeg hij nog iets meer vertrouwen. Nou, hij is wel Louis Sterk natuurlijk. Dus ja, ik vond dat hij het niet zo gek invulde. Iets anders, je bent, assistent. Ja, je weet wat er komt, hè? Assistent bondscoach. Ja. Naast je staat een van die internationals. Ja, dat zie je wel nu. Onderschat dat nou niet. Nee, ja, dag. Nee, ik werd gebeld door Ron Jans inderdaad. En leuk toch, waarom niet? Leuk toch. En heb je dan ook nog wat invloed dat die vier spelers van Harkmaarse Boys erbij zetten? Nee, dat was een gegeven. Nee. Ik kwam uit de hoed van Ron Jans. Ja, nou, dat was prima. Wat is jouw rol straks daarbij? Nou ja, ik ben er gewoon bij. En, we trainen één keer en dan spelen we volgens mij een week later. 8 juni trainen we. Even bij elkaar zijn en dan de week daarna spelen we. Dus ja, zorg maar dat we winnen, zoiets. Van aardigheid. Ja, dat initiatief is volgens mij van Ron Jans zelf gekomen. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar, het is een keer wat anders en dat is leuk. Dan ben je in een andere setting bij elkaar. Dat is prima. Ja.